Welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, doe zeker een duimpje omhoog. Laat een comment achter beneden in de reacties. Alle sociale media links en YouTube kanaal staan hier beneden in de beschrijving. Zeker een kijkje nemen. Ga ook even op The One Music abonneren. Hij zal hier rechts in het i'tje komen te staan. We gaan reageren op... Wacht, waar is het liedje? Ze heeft een nieuw liedje gemaakt, dat is een van zijn beste liedjes. Er komt ook nogmaal een videoclip, reactievideo online. Maar dat is in september pas, maar we gaan toch al reageren op het liedje. Deze komt op mijn reageerkanaal en op mijn hoofdkanaal. Het liedje heet Die in Hollywood of zoiets. Super goed begin, The One Music. Super goed begin. En een leuke melodie. Eigenlijk, het is al een leuk begin. Super mooi gedaan. We gaan verder luisteren. Hij kan keigoed rappen. Hij heeft ook andere liedjes, maar ik vind deze een van zijn beste liedjes al. Ik heb het al 3 of 4 keer geluisterd, maar ik heb er nog nooit echt een reactievideo op gemaakt. Maar ik ga ook een reactievideo maken op de videoclip, maar die komt alleen op mijn reageerkanaal. Maar deze video komt op beide kanalen. Dus, ik ben zo terug, ik ga op mijn wc. We gaan verder luisteren. Let me die in Hollywood. Let me die in Hollywood. Dat vind ik echt super leuk. Dat is ook de naam van het liedje eigenlijk. Die in Hollywood. Maar dat is door de Die in Hollywood feat. Jung Yim. Dus eigenlijk een super goed nummer. En het is eigenlijk een heel super goed nummer. Want het trekt ook mensen aan. Hij laat ook zien dat hem echt wel muziek kan maken. De muziekvideo's zijn misschien niet altijd even mooi, maar hij doet wel zijn best en dat is het belangrijkste. Dus ja, we zullen verder kijken. Maar hij kan echt goed rappen, hè? Dat hoorde ook. Hè? Hij kan super goed rappen. Zijn muzieksmaak is super goed, want ja, hij houdt van heel veel muziek die ik zelfs niet leuk vind. Maar iedereen heeft zelfs zijn eigen muziekstijl. En The One Music heeft deze muziekstijl. En ik vind dat dat eigenlijk een leuke muziekstijl is. Alleen bij deze liedje toch in ieder geval. Maar ik weet niet, ik zou niet weten hoe dat ik aan muziek moet beginnen. Eerlijk gezegd. Dus ja, we zien wel, gaan verder luisteren. But please let the change. Kadem, 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 everything, kadem, of zoiets.
Maar super, ik vind dat grappig dat dat erin voor was. Precies, knengedeng, knengedeng, knengedeng. Dat komt er echt precies in voor. Maar dan, is mijn, dan denk ik direct aan dat liedje. Let me be your boyfriend. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Don't worry, give a fuck. Ja, vloeken hoeft dan ook weer niet in de One Music en zeker niet in muziek. Maar ja, oké. Okay. Het is dan zo. Amai, wat was dat? Fuck. Ik weet dat deze video sowieso gaat gedemonetized. Waarom is het zo? Dit was een liedje, hopelijk vond je de reactievideo super leuk. Laat het dan zeker weten hier beneden in de comments en ga zeker abonneren op Steven Vos Reageert, Prins van Geel Music en Steven Vos Vlogs. Alvast bedankt en zie ik jullie in een volgende video. Daag!